Hey, hallo en goedemiddag of goedenavond of goedemorgen. Hangt er een beetje vanaf wanneer je deze link hebt opengeklikt natuurlijk. Ik ben Christine Genaar van Zicht op Zee. En als het goed is, hopelijk herinneren jullie mij nog om toen ik de infosessie eind vorig jaar gegeven heb rond het nieuwe systeem bij Tessenderlo, rond gesprekken voeren, de groeicyclus en de gesprekscyclus die daarbij hoort. Ik had toen jullie met de hand op het hart gezegd van, goh, we gaan dat ook concreet jullie mee helpen door een concrete opleiding ook in te richten in februari. Helaas is er corona en heeft dat een stokje voor gestoken. Nu, het is wel uitstel, geen afstel. We hebben net samen met de personeelsdienst bekeken welke data eind mei dit jaar beschikbaar zijn om inderdaad de training alsnog concreet in te lichten voor elk van jullie op een veilige, coronaveilige manier uiteraard. Hopelijk kan dat dan. Ik ga er nu vanuit dat we dat effectief zo gaan doen. Maar ondertussen wil ik jullie niet in het ongewisse laten en dacht ik, goh, misschien is het wel leuk om een aantal concrete tips mee te geven voor jullie als leidinggevende. Wat kan je eigenlijk vandaag al doen? Hè? Wat kan je doen met kleine dingen en toch een grote impact hebben? Voilà. Ik heb er een kleine presentatie van gemaakt die ik nu graag met jullie wil delen. Voilà. Goed. Ik ben een wandelaar. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Misschien tegen wil en dank nu met coronawandelaars geworden. Maar ik kom van die steentjes tegen onderweg. En ik weet niet of je dat al alles gezien hebt. Dat zijn zo van die dit zijn trouwens foto's die ik zelf onderweg getrokken heb. Dit zijn zo van die steentjes. En dan denk ik van, er moet iemand die hebben achtergelaten. Er moet iemand moeite hebben ingestopt om een steentje creatief te gaan bewerken met een hoopgevende boodschap op. Voor wie het wil vinden, voor wie het raakt of niet raakt, eigenlijk, ja. Ik vind dat steentjes die met een klein verschil misschien wel een grote impact zouden kunnen hebben voor de mensen die ervoor openstaan. Ik vond het een mooie vergelijking, want wat kunt jij als leidinggevende doen, inderdaad, om met een klein beetje inspanning toch een groot verschil te maken? Ik vond het. Vandaar de vergelijking die ik wil maken. Maar dat brengt me meteen met de meest cruciale vraag, hè. Het is een uitdagende periode, op zijn minst. Maar hoe gaat het nu met u? Echt. Hoe gaat het nu met u? Om de vraag misschien concreter en zo wat te koppelen aan leiding geven. Als je kijkt naar je job op dit moment. Als je twee assen zou maken, eentje van productiviteit, hoe productief kun je eigenlijk aan de slag blijven? Kun je doelen bereiken, goed georganiseerd in de flow werken en zo verder? Dat is productiviteit. Als je zelf een score zou moeten geven van 0, helemaal niet, tot 10, eigenlijk supergoed. Waar staat je nu vandaag? Hoe gaat het op dat vlak, puur dat? Ik zou u uitnodigen, pak eens een papier en schrijf het op alsjeblieft. En een nieuwe vraag. Als je scoren zou mogen geven van 0 tot 10 op positiviteit, in de zin van je goed in je vel voelen, er is een fijne sfeer, je zei, ja, het is gezellig, er zit. Ook een stukje warmte en menselijke dynamiek goed. Hoe zou je daar een score op geven van 0 tot 10 voor uzelf? Hoe gaat het met u nu? En eigenlijk is dat een hele goede oefening om niet alleen bij uzelf te doen, maar ook eens met uw team te doen. Want pak dat blad papier en maak er eens een assenkruis op. Dat je zegt van kijk. Positiviteit en productiviteit. Als ik een score geef voor mijn team,
Heel globaal, dus geen wetenschappelijke achtergrond of zo achter, maar gewoon heel globaal. Als ik naar mijn groep van mensen kijk, waar zitten die? Zitten die hoog op positiviteit of eerder laag op positiviteit? En hoe goed is de productiviteit? Hoe goed slagen mensen erin, ondanks alle dingen die veranderd zijn door corona, om in de flow te blijven en er nog lol in te hebben? Wat zou de score zijn nu, vandaag? Hoe schat jij je mensen in? Hoe schat je jezelf in? Dat is misschien een hele leuke oefening om voor jezelf eens persoonlijk te maken. Om dan te weten van, waar wil ik op inzetten? Wat is er volgens mij nodig? Je zou het ook aan hen kunnen vragen, uiteraard. En als je dat assenkruis doortrekt naar concrete vakjes, dan zou je er tekst op kunnen zetten. En dan zou je kunnen zeggen van, oh, willen we niet allemaal naar dat blauwe vak toe gaan, hè, waar het fijn, succesvol, plezierig samenwerken is en we krijgen de dingen gewoon goed gedaan met een goed team en mensen zijn proactief bezig van hoe kunnen we het nog beter doen. Of zeg je van verdorie, eigenlijk zitten we eerder in een rode zone. We zijn wel aan het knallen qua resultaten, maar sfeer is echt niet oké. Of omgekeerd, een groene zone. Het is hier heel gezellig, heel plezant, maar we krijgen niks gedaan. Het zit helemaal niet zo goed op resultaten en doelen behalen. Doe de oefening eens voor uzelf. Doe de oefening samen met uw team. Het is een vraag, het is een uitnodiging, niet verplicht uiteraard. Maar het zou misschien een aantal dingen in perspectief kunnen zetten. Waar wil ik met jullie als leidinggevende op gaan inzetten? Wat kunnen we samen beter doen? Er wordt dit van u gevraagd, een sterke leider te zijn in tijden van corona. En dat is best uitdagend. De ene dag lukt dat zeker al beter dan de andere. Maar eigenlijk blijft de cruciale vraag, hoe kan ik er als leidinggevende met impact er zijn voor mijn mensen? Waar maak ik het verschil vandaag? Net nu het zo uitdagend is. En, wat verwachten mensen van u? Hè? Misschien is het goed om het daar nog eens even over te hebben. We hebben het eigenlijk een paar maanden geleden al gehad over die visie op leiderschap en wat toen mensen uit de bevraging van het personeel gezegd hebben. Ik heb jullie dit toen meegegeven en eigenlijk kwam het erop neer van mensen in alle teams over gans de Senderlo in die woordenwolk gaven aan van wij willen een leidinggevende die er is. Die opmerkt wat er leeft. Die positief complimenten geeft. Die bereikbaar is. Die mensen echt durft aanspreken. Die duidelijke verwachtingen stelt. Dat zijn dingen die toen naar boven zijn gekomen uit alle groepen heen. En ik weet, niet in detail, maar in grote lijnen is mij ook gezegd van er is opnieuw een bevraging geweest rond psychosociaal welzijn. En wat zijn daar de trends die naar boven komen? Niet zo heel verrassend. Er is gewoon een behoefte aan meer communicatie. Bijvoorbeeld over alle veranderingen. Er is ook een behoefte aan meer schouderklopjes. Een positieve focus. Een feedback krijgen over wat er allemaal in heel het proces goed loopt. En wat de inspanningen van mensen zijn om het dan inderdaad goed te laten lopen, dat is niet vanzelfsprekend. En ook, er is tout court een behoefte aan meer aanwezig zijn. Zichtbaar aanwezig er zijn. En dat van elke leidinggevende op de werkvloer. Van hoog naar laag, van laag naar hoog. Ik wil jullie graag op basis van die verwachtingen nog eens een aantal tips meegeven die misschien kunnen helpen om daaraan tegemoet te komen. Hoe doe je dat? Inderdaad, hoe doe je dat? Ik ben nog altijd ervan overtuigd dat de groeicyclus van gesprekken in de Senderlo daaraan tegemoet kan komen. Door inderdaad, de formulieren hoef je voor mijn part nog niet te gebruiken als u dat praktisch nog niet uitkomt. Maar ik zou u wel willen uitnodigen om het gesprek te voeren. Gesprekken aan te gaan informeel om te kijken van wat hebben mensen nodig? Hoe kan ik u ondersteunen en hoe kunt jij mij ondersteunen? Want het gaat over samen en elkaar sterker maken. En ja, of je dat dan doet over in een goed gesprek, informeel, hè, groeigesprek, een goed gesprek, of effectief uw team een keer samenzetten. Alles mag, alles kan. Op zich
kan je daar al mee starten. Maar de bedoeling is vooral dat je aandacht geeft, extra aandacht misschien die nu toch wel heel erg nodig is. Dat is een uitnodiging. Ik wil u een tip geven. Tip 1 van de 4 tips. Geef houvast door structuur. Misschien is dat al goed om elk gesprek een keer af te toetsen met uw gans team of één op één van hoe lukt het? Structureel, hebben wij de goede afspraken gemaakt? Bijvoorbeeld in een goed gesprek, bijvoorbeeld in een teamgesprek, maar bijvoorbeeld, hoe werk je graag als leidinggevende, als medewerker? Welk ritme past het beste? Zeker met dat thuiswerken, dan af en toe wel komen, niet komen. Maar ook welke informatie heb je nodig om dat werk nu goed te kunnen doen? Het feit dat de context wel veranderd is. Het is uw rol als leidinggevende om mensen echt gestructureerd op weg te helpen, zodat ze gemakkelijker hun weg vinden om georganiseerd hun ding te kunnen doen en uiteraard volgens de spelregels van de Tessenderlo. Ook mensen die moeten thuiswerken. Hoe is dat haalbaar? Hoe combineert je dat? Wat werkt er wel en wat werkt er niet voor u? Ik denk dat dat goed is om als leidinggevende een formule te vinden die voor iedereen wat werkbaar is. En daar wel mensen op te bevragen en te kijken wat er kan. En dat is een hele belangrijke ook, waar ik toch wel merk dat sommige leidinggevenden mee worstelen. Dat gaat over, ga ik u controleren? Nee. Probeer een stukje los te laten en te vertrouwen. Maar maak wel hele goede afspraken over rapportering en opvolging. Ik denk dat het belangrijk is in deze focus te leggen op resultaten en te zeggen en concreet ook te tonen dat je bereikbaar bent om het proces, het werkproces, op weg naar die resultaten samen te bespreken. Dat is een hele belangrijke tip die mensen de nodige vrijheid geeft, maar ook het nodige houvast geeft om binnen een duidelijke structuur van afspraken resultaten te kunnen halen. Ik denk dat dat heel hele concrete aanbevelingen is die ik jullie wil meegeven. Tip 2. Praat over die veranderingen. Dit schema om een stuk misschien eerst in te schatten, welke ambitie heb ik? Hoe wil ik... welk effect wil ik bereiken in mijn gesprek over die verandering? Wil ik, als we helemaal links kijken, enkel dat mensen kennis hebben over de verandering? Dat ze weten wat de verandering is? Of wil ik helemaal aan de andere kant horen en voelen en zien dat mensen zich verbonden voelen met die verandering? Dat ze meedoen, dat ze mede verantwoordelijkheid dragen. Afhankelijk van wat je wilt bereiken, is je aanpak helemaal anders. Dus dan moet je zorgen voor gewoon meer interactiviteit. En vaker dingen ook herhalen. Dus ik denk dat het belangrijk is, kies eerst je ambitie. Wat wil ik eigenlijk bereiken met mensen? En op basis daarvan kiest je de juiste vorm van communiceren. En dat is belangrijk. En doe dat niet één keer, doe dat vaak. Doe dat regelmatig en op een juiste verpakte manier. Ik denk dat dat heel belangrijk is om voor uzelf heel concreet op maat van uw afdeling te bepalen. Ja, en ook samen uiteraard, als leidinggevende groep. Voilà. Tip 3. Misschien is het ook goed om je gewoon te organiseren. Want als mensen vragen tot verschillende keren toe, we hebben er nood aan dat je er bent, dat je zichtbaar aanwezig bent op die werkvloer, en dat voor elke leidinggevende. Mensen willen zich verbonden voelen, betrokken voelen bij hun werkgever. Voelen van, je bent bereikbaar voor mij en je luistert ook naar mij. Ik kan bij u terecht op een laagdrempelige manier. Als dat de vraag is, en die komt regelmatig terug, organiseer uzelf. Zet het in uw agenda. Plan in dat je in elke afdeling regelmatig komt. En in plaats van er te praten, misschien is het een uitnodiging om mensen te laten praten en dan te luisteren. Luisteren kan ongelooflijk veel zeggen. Tip nummer 4. Geef gewoon bewust en vaker een compliment. Het is een open deur. Het is ook inderdaad pas complimentendag geweest in maart, maar toch, echt waar, onderschat niet
hoe goed dat kan doen en het een hart onder de riem kan zijn om vol te houden en het ook prettig te houden. Dat betekent niet dat je dat op een onnatuurlijke manier moet gaan doen. Dat moet spontaan en oprecht gebeuren vanuit het hart uiteraard. Niet over banale dingen, maar misschien is het ook wel goed om deze tips die hier op de slide staan, concreet eens te overlopen. Geef mensen gaandeweg in het proces van de dingen, geef daar feedback op. Hey, dit proces is goed gegaan, merci daarvoor, en zo verder. Het hoeft niet bepaald te zijn over uw haar ligt goed, maar praat over de mensen en het proces van de dingen waarin dingen goed lukken of waarin duidelijk inspanningen en vorderingen stappen vooruit zijn gezet. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste tips om daarmee aan de slag te gaan. Nu, we gaan in onze opleiding, als het concreet gebeurt, zeker daar mee oefenen, want ik denk dat dat een heel simpel iets is. Op papier, maar in de praktijk kan het toch nog soms wat moeilijker lopen. Dus ik ga jullie daarin concreet helpen dan. Maar doe het nu al, probeer al maar. Voilà, dat zijn de 4 tips. Voor tips voor meer betrokkenheid, zet in op deze 4. Geef alvast door structuur, praat over de veranderingen. Organiseer jezelf dat je er bent, dat je echt bereikbaar bent. En geef bewust en vaker een oprecht compliment. Dit was het. In ieder geval, de Senderlo, alvast tot ziens. Bedankt. Ik ben blij dat ik toch via deze weg jullie alles heb kunnen zien. En veel succes en tot binnenkort. Bye.